Hartelijk welkom mensen weer in deze eredienst op deze Sabbatmorgen. Ik mag u vanavond deze kant allemaal een gezegende Sabbat toewensen. Wij willen weer verder gaan, toch weer met een heel bijzonder onderwerp, wat veel met het geweten te maken heeft. En voordat wij ook maar beginnen met de eredienst om daar verder onderzoek naar te doen, willen we eerst zingen. We hebben weer een bijzonder lied uitgekozen voor u, met Gods genade. Wat er ook wat weer mee te maken heeft. En dat is Psalm 35. Psalm 35. En daarvan gaan we het eerste vers eerst zingen. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mij bestrijderen, toch tekeer. Daar gaat een hele hoop tegen u tekeer. En dat gaan we straks onderzoeken. Vandaar dat we hier ook graag met z'n allen over willen zingen. Laten we samen zingen op Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Ja, en in ons geween moet de Heer ons vertroosten. En dat zal Hij ook zeker doen. Met name door de Heilige Geest natuurlijk. Wij willen eerst de Heer zoeken in gebed. Voordat wij starten, vragen om vergeving van onze fouten en gebreken. En dat we het geweldige mooie woord mogen begrijpen. En bijzonder ook voor de elduurwerkers die straks die waarheid in hun hart mogen krijgen en die ook uitgaan dragen. En die ook een hele hoop gevaren tegenkomen. Dat zullen we met z'n allen achterkomen. Maar eerst willen we de Heer zoeken in gebed. Laten we samen de Heer bidden. Lieve goede getrouwe God en Vader, lieve Heer Jezus, we komen voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat we een prachtig mooie week mochten hebben. Of misschien een minder mooie week voor die mensen die geliefden hebben verloren. Het is soms heel dubbelzinnig. Tweeledig. Heren, want de een heeft verdriet en de ander heeft blijdschap. Maar we weten wel dat er een crisis op gang is en dat we in benauwdheid komen. En dan hebben we allemaal dezelfde benauwdheid over ons. Door de machthebbers in deze wereld. De filosofen, theosofen. Die gaan enorm tegen ons tekeer. Onze eigen broeders en zusters. En natuurlijk willen we dat liever niet. Maar daar zullen we straks over spreken. Wat er allemaal gebeurt en waarom mensen bepaalde dingen iets doen. Maar we bidden daarom ook voor elkaar, om elkaar te bemoedigen. Dat we niet angstig hoeven te zijn. Niet hoeven te vrezen. We hebben maar één te vrezen, dat bent u, lieve Heer Jezus. Dat is de eerste engel. Een boodschap. Kom daarom over aan ieder die het moeilijk heeft en verdriet heeft, geliefden hebben verloren. Wilt u ook met uw Heilige Geest bij ons zijn? Alsjeblieft, lieve Heer, dat we het woord mogen verstaan en voorbereid worden op die geweldige luidroep, maar ook op die benauwdheid die eraan komt.
Zo bidden we dat allemaal niet omdat wij het hebben verdiend, maar uit genade. En om Jezus Christus, onze geliefde Heerse naam, wil, Vader in de hemel. Amen. We willen eerst weer naar die geweldige mooie wet van God toe. Wat mensen niet meer willen aannemen. Wat mensen niet meer uit willen leven. Want daar draait het natuurlijk om. Hun karakter willen veranderen naar Gods beeld. Met die mensen hebben wij te maken. En wij willen dit wel. Dus we kunnen er lang en breed over spreken. Dat botst, zeggen wij wel eens, in deze wereldgeschiedenis. Als mensen absoluut niet willen doen wat God van hen verlangt. Maar wij willen eerst starten met Exodus 20, de versen 1 tot en met 17. Vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk aan het Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en in al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heer hem Sabbatdag en heiligde den zelf. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Amen. Zo ligt de situatie. Willen wij die geboden houden? Maar al te graag. Ik althans wel en u ook, weet ik zeker, want was je nooit zo ver in deze eredienst gekomen. Maar er zijn ook massa's mensen, meer dan wij verwachten en hoopten, die willen dat helemaal niet. Of die hebben allemaal excuses klaar van ja, maar nou, daar kunt u zelf een hele hoop in gaan vullen. En er zijn ook sommigen die zeggen ja, maar ik doe wat God zegt. Terwijl ze dat helemaal niet doen. En daar hebben we natuurlijk veel mee te maken. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft ook met het geweten te maken. Dan gaan wij naar 1 Timotheüs 4, hoofdstuk 4. We hebben natuurlijk in hoofdstuk 3 geweldig mooi die pilaren, die vastigheid der waarheid, dat nieuwe licht wat in die eindtijdgeschiedenis komt. En dan ook weten we hoe we in Gods huis ons moeten gedragen. Want wij gaan straks ook in de tempel van God. Wij weten hoe we ons moeten gedragen hier op aarde om straks ook in die tempel te kunnen en te mogen komen. We hebben geen twijfel. Het is allemaal buitengesloten. Want wat hebben wij de verborgenheid der Godzaligheid? Jezus Christus in ons hart. En er waren enkele personen, hebben we ook geleerd, en Josia, een koning, die had dat ook. Hij maakte een klein foutje, werd hem ook fataal, maar we zien dat God zijn oprechte kinderen helpt en ook zegent als wij doen wat God van u en mij verlangt. Er staat er in 1 Timotheüs 4 vers 1. Doch de Geest zegt duidelijk. Dus duidelijk spreekt de Heilige Geest door Paulus heen naar Timotheüs toe, naar elke werkers toe, dat in de laatste tijden, dan spreekt Paulus expliciet over de zevende hervormingsperiode, lieve broeders en zusters. Niet over zijn tijd
over de zevende hervormingsperiode waar wij in leven. Sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Dan zult u zeggen, dat gaat wel heel ver. Ja, dat gaat ook heel ver. Dat is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Laten we eerst maar eens even starten met een Bijbelcommentaar. U begrijpt al, hier is heel veel over te zeggen. Bijbelcommentaar op bladzijde 420 wil ik eerst even voor u naartoe. Al die mensen die afvallen van het geloof. Het is om bang van te worden, zou ik bijna zeggen. En dan zien we dat ook weer staan op bladzijde 420. En dan starten we in hoofdstuk 18. Hoofdstuk 18 en dan twee manieren om te werken. Daarbovenin, dus kunt u zelf nog even lezen, deelgenoot van de goddelijke natuur worden. Dus ontzettend mooi in het Johannesevangelie beschreven. Maar dat hebben we eerder ook al niet eens behandeld, dus we willen nu hoofdstuk 18 pakken. Twee manieren om te werken. Jezus wilde in zijn werkwijze de tegenstelling laten zien tot die van zijn aanklagers. Dat moeten wij dus ook doen. Deze middernachtelijke gevangenneming door een bende, deze wrede spot en hoon, zelfs voordat hij was beschuldigd of veroordeeld, moet je eens voorstellen, was hun werkwijze. Niet de zijne, dat is ook niet ons werkwijze. Onze werkwijze is om de liefde van Christus uit te stralen, oprechte liefde, ongeveinsd geloof. Dus wij zijn volgelingen van hem. Zijn werk was open voor iedereen. Er was niets in zijn leer dat hij moest verbergen. Zo bestrafte hij hun positie en onthulde, daar komt hij, de huichelarij der Sadduceeën. De Sadduceeën zijn de huidige leiders in de kerk momenteel. Sadduceeën zijn leiders, zijn liberalen. Daar heb ik u veelvuldig over verteld. Dus neem dat vooral mee, want dat woordje draait het voor mij om. Christus sprak de waarheid met de frisheid van een nieuwe openbaring. Dus nieuw licht. De waarheid verslapte nooit op zijn lippen. En hij leed nooit in zijn handen door gebrek aan volmaakte gehoorzaamheid aan haar eis. Dus beseft u, hij leed daar niet onder. Want dat is een juk wat wij moeten dragen, die licht is, zo zegt de Heer Jezus. Hiertoe ben ik geboren, zei Jezus. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En u en ik ook. En de machtige beginselen van de waarheid, beginselen, heeft ook alles met Gods wet te maken, kwamen met de frisheid van een nieuwe openbaring van zijn lippen. De waarheid werd door hem gesproken met een ernst en overeenstemming met haar oneindig belang. En met de gewichtige resultaten die van haar succes afhankelijk waren. Dat zult u merken dat u die gewichtigheid ook moet hebben. Wat Jezus Christus ook had. Dus vandaar. Wij hebben met huichelaars, Sadduceeën te maken. Die zich begeven tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Spiritisme onder andere. Dus, en wat doen die mensen dan? Die op deze manier Gods woord willen vernietigen. Ik zeg wel eens, hoe krijgen die mensen dat voor elkaar? Vraagt u zich dat ook wel eens af? Ik vraag het me echt af. Als je toch gelooft, dan heb je toch een Bijbel en ook nog geestenprofetie erbij. En dat gooi je dan in één keer in de prullenbak of zo, of dat ben je in één keer kwijt. Of... Dat heeft alles te maken, dat kan ik u vertellen. Daar ben ik door vooral de geestenprofetie ook achter gekomen en ook de Bijbel beter te bestuderen. Doordat ze hun geweten dichtgeschroeid hebben. Echt. Dat is het enige. Want ze zijn niet meer benaderbaar. Niet meer door mensen en ook niet door Christus zelf. Zuster Waard heeft daar een hele mooie quote over. Dat was ook bij Caiaphas zo. Of zou de Heilige Geest 100-voudig over hem uitgestort zijn, dan was je nog niet te bereiken geweest.
dan was je nog niet bekeerd geworden. Want zijn wil wilde dat niet. En wat wilde hij niet? Geloof dat Jezus Christus de Messias was. Daar had hij zich zo in vastgeklampt. Dat kon niet meer uit zijn gedachten vandaan. En dat was de Paulus op een bepaald moment ook zo natuurlijk. Maar dank de Heer, daar had er anders mee gebeurd. Dus weet nu dat Paulus ook heel goed beseft waar het aan ligt. En dat schrijft hij ook aan u en aan mij. En dat heeft dus alles met dat geweten te maken. Als u uw geweten dichtschroeit over uw zonden, dan komen we weer dichter bij gerechtigheid door geloof, dan komt u nooit tot die ware heiligmaking. Dat is onmogelijk, lieve broeders en zussen. Beseft u dat? Dan hebt u nog ongehoorzaamheid in uw hart. Dat hebben we vorige keer ook besproken. Dat gaat niet lukken. Als je niet gehoorzaam wilt zijn aan de 10 geboden en aan de ceremoniële wet tot zover, afgezien van de offerdiensten natuurlijk, en als we met de tabernakeldienst te maken hadden. Als je dat niet wilt aannemen, op die laatste delen na, dan schroeit u uw geweten dicht. En dat willen we heel expliciet onderzoeken. Door de geveinsdheid der leugensprekers. Dus ze spreken ook leugen. Ze zijn geveinsd. En u weet, mag u voor uzelf nog eens een keer heel Matthäus 23 doorlezen, want daar staat het woord continu natuurlijk. Gij geveinzen, gij geveinzen. Gij blinde farisees. Dat blijft maar doorgaan. Dus Jezus wist waar hij over sprak. Paulus wist waar hij over sprak. Die cultuur, die heerste daar zo diep, en die heerste in de Sint-Gemeenekerken diep, bij de Joden diep. En bij de zevende dag staat het is ook heel diep. Die is er bijna niet meer uit te branden, zeggen wij dan wel eens. Dus daar gaat iets gebeuren. We willen nog even daar iets bij pakken. En dat is Bijbelcommentaren, bladzijde 75. Door geveinsdheid der leugensprekers. Bladzijde 75, Bijbelcommentaren. We hebben in C1 daar ook een stukje van besproken. Het menselijk hart is van nature geneigd tot afgoderij. Tweede alinea van boven. Het menselijk hart is van nature geneigd tot afgoderij en zelfverheerlijking. Dat zit natuurlijk in deze mensen. De kostbare en prachtige monumenten van de heidense aanbidding zouden de zinnen behagen en voldoen. En op deze wijze de Israëlieten aftrekken van het dienen van God. Om deze verzoeking verre van zijn volk te houden, gaf God hun bevel om die tekenen van afgoderij te vernietigen. Om niet zelf door God verafschuwd en vervloekt te worden. Nou, dan gaat het verder met de aangaanszonden enzovoort. Maar dit is even als opstap. Hou er rekening mee. Gods afschuw jegens afgoderij staat er dan ook weer boven. Dus die tempels en die prachtige beelden en dat soort dingen. Daar moeten we verre van blijven. Ook in huis. Sommige mensen hebben al een beeldje in huis. Dat is vragen om moeilijkheden. En dan zit u al in een deel van afgoderij. Beelden in een tuin. Dus we zien dat hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Matthäus 23. Dat hebben die fariseeën en sadduceeën ook gedaan. Exact hetzelfde. Was niet meer doorheen te dringen. Nou, dan gaan we eens naar, in bijzonder naar 5 getuigenissen. 5e deel van de getuigenissen voor de gemeente. En vorige keer ook erbij gepakt en ik weer naartoe. En dan gaan we eerst naar bladzijde 53 toe. Dat zijn de 53. Een belangrijk getuigenis staat daarboven. Bladzijde 53. En wat hoort daar nog meer bij? Even een belangrijk
dichtgloeien van het geweten toe. Daar gaan we mee beginnen. Maar daarboven staat iets belangrijks over Jacobus 3. Eerst een linia van boven. Van de tong die zich verlustigt in narigheid. De kletsende tong die zegt, vertel het aan mij en ik zal het doorvertellen. Zegt de apostel Jacobus dat deze door de hel is aangestoken. Het spiritisme en alles wat die verleidende geesten hebben is, dan heet dat ook natuurlijk. Naar alle kanten verspreidt het haar brandhaarden. Wat kan het een roddel schelen? Of hij de onschuldige ontluistert? Hij zal niet stoppen met zijn slechte praktijken. En ook al vernietigt hij de hoop en de moed van degene die toch al onder hun lasten bezwijken, vindt hij alleen maar heerlijk om zich te verlustigen in zijn voorliefde voor schandalen. Het is gewoon schandalig. Zelfs blijde christenen sluiten hun ogen voor wat zuiver, eerlijk, edel en lieflijk is. En houden een lijst bij van alles wat aanstotelijk en onaangenaam is. Om dat overal rond te bezuinigen. Dat vinden ze geweldig. We kunnen bijna zeggen, ze kunnen het goede tussen het kwade niet meer onderscheiden. Ze noemen het goede kwaad en het kwade goed. Jesaja 5 vers 20, mag je nog eens nalezen. En dan gaan we even verder op. Zelfs feiten kunnen zodanig worden weergegeven. Aan de rechterkant van de bladzijde, iets onder de midden. Zelfs feiten kunnen zodanig worden weergegeven dat zij een valse voorstelling van zaken geven. U hebt het recht niet om alles bij te houden wat in zijn nadeel wordt verteld. En dit te gebruiken om zijn reputatie en bruikbaarheid te verwoesten van een bepaald persoon. Persoon X. Als de Heere jegens u dezelfde houding zou hebben, als u ten aanzien van broeder X, noem ik hem even, hebt gehad, zou u genadeloos worden vernietigd. Zo. Hebt u dan geen gewetensvroeging? Vraagteken. Gewetens dichtgeschuwd, zegt Paulus. Bij die geveinzen en die leugensprekers. Ik ben bang van niet, zegt zuster. Dat was toen al in die tijd. Dat is nu nog veel erger. Veelmaal erger. Het wordt tijd dat deze satanische betovering zijn kracht verliest. Als broeder, ik noem ik hem even, zou zijn zoals u hem afschildert. Ik weet dat hij niet zo is. Is uw gedrag nog niet te rechtvaardig. Dus stel, iemand is zo, heel slecht, en u zou daar verschrikkelijk slecht over spreken, dan is het gedrag nog niet te rechtvaardig. Op een bepaald moment moet je soms mensen waarschuwen voor de leiders. Pas daarvoor op, zeg ik wel eens. En ik ga niet allemaal vertellen wat ze hebben gedaan, dat hoort u mij niet over, maar ik heb verschrikkelijke dingen meegemaakt. Verschrikkelijk. En als u ooit iets zegt, en u moet het zeggen, noem dan niemand bij de naam. Want wanneer wij luisteren naar laster jegens onze broeder, nemen wij die laster in ons op. Let op, in ons op. Op de vraag, heren, wie mag verkeren in uw tent? Wij willen toch die pilaren zijn, voor de Sabbat. Wie mag wonen op uw heilige berg? Straks luid roep brengen. Daniel 11, vers 40 tot en met 45, met een bijzonder vers 45. Antwoordde de psalmist. Hij die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart en met zijn tong niet lastend, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laat. Dat is een hele mond vol, een hele regel. Maar daar moeten wij aan voldoen, anders zullen we ook nooit een luid roep mogen brengen. En dat heeft dus alles te maken met dat geweten dichtschroeien. Dan wil ik even terug naar bladzijde 59. Even vooruit, klein stukje eerst even vooruit. Hier staat in het begin ook nog iets, maar dat kan ik later ook nog voor u behandelen. Bladzijde 59. En dan helemaal onderin. Zo is dat ook met velen onder ons volk, onder Gods volk. En dan spreken we over Jeremia 6 vers 16 hier. Daar hoort dit bij. Zo is dat ook met velen onder Gods volk.
Die zijn afgedwaald van de oude bakens, Jeremia 6 vers 16. En die hun eigen inzicht zijn gevolgd. Eigen inzicht. Dus niet meer wat de pioniers allemaal hebben besproken. Dat is nu ook veel gaande, Miller. Miller, die had ook niet alles goed hoor. Nee. Die had ook wel foutjes. Ja, die had ook foutjes. Er wordt continu twijfel in gebracht. Twijfel. Dat is belangrijk. Laat zeggen, ja, die Charles die hier naast staan, die waren van Miller, maar die had ook fouten daarin. Had helemaal geen fout. Was totaal goedgekeurd, onder andere die Charles. Op een bepaald moment werd hij door zijn vrienden, let op, door zijn vrienden van de Sabbat afgehouden. Ja, dat. En hij wist niet meer wat hij daarmee aan moest. Dat is wat anders. Zijn vrienden hebben hem misleid. Want de oude bakers die hun eigen inzicht zijn gevolgd. Dus hun eigen inzichten hebben ze gevolgd. Wat zou het voor zulke mensen een grote opluchting zijn als zij hun geweten konden sussen met de overtuiging dat mijn werk niet van God is. Spreekt zuster White even over zichzelf. Uw ongeloof verandert de feiten in dit geval echter niet. Over de geestenprofetie, daar spreken we nu over. U schiet tekort in karakter, in morele en godsdienstige ervaring. En dan verder, sluit als u wilt uw ogen voor feiten. Sluit als u wilt uw ogen voor feiten. Wat houdt het in? Heb je uw geweten dichtgeschroefd? Maar dit maakt u geen greintje meer volmaakt, moet u eens voorstellen. De enige remedie is u te wassen in het bloed van het lam. Als u erop uit bent de raadgevingen van God terzijde te schuiven, wanneer het u uitkomt, als u het vertrouwen van Gods volk in de getuigenissen die hij heeft gezonden afzwakt, komt u net zo in opstand tegen God als Korah, Datan en Abiram. Iedereen is heilig. En wij weten het ook wel. U kent hun verhaal. U weet hoe koppig zij waren. In hun eigen mening. Zij besloten dat hun oordeel beter was dan dat van Mozes. En dat Mozes Israël grote schade berokkende. Degenen die zich bij hen hadden aangesloten waren zo van hun gelijk overtuigd dat de overlevenden, ondanks het onmiskenbare oordeel van God, nu moet je oppassen, de overlevenden, dus er bleven rest over, zij waren al vernietigd. Ondanks het onmiskenbare oordeel van God, de derde engelenboodschap van Openbaring 14, dat de leiders en de vorsten had vernietigd, de volgende ochtend bij Mozes kwamen en zeiden, gij hebt, Mozes dus, Gods volk omgebracht. Zo zien wij hoe het menselijk denken vreselijk misleid kan worden. Hoe moeilijk is het om zielen die beheerst worden door een geest die niet van God is, te overtuigen. Ja, die overtuiging, die moet komen. In alle mensen. Maar ja, mensen worden verschrikkelijk misleid. Dat is bij deze mensen ook die het geweten dicht hebben. De verleidende geest van leringen en duivelen zijn gevolgd. Als Christus gezant zou ik u willen zeggen, kijk uit welk standpunt u inneemt. Dit is Gods werk en u moet aan hem verantwoording afleggen over de wijze waarop u met zijn boodschap omgaat. Dat staat er dus ook echt, zijn boodschap omgaat. En ik kan u wel vertellen, ik wist van tevoren natuurlijk niet hoe zijn boodschap op deze manier genoemd zou worden. Dus u beseft dat er iets op u afkomt waar u misschien niet helemaal blij van wordt. Waarom? Omdat u in uw eigen hart moet gaan kijken. Ben ik wel zuiver voor God? Sta ik wel zuiver voor God? Heb ik mijn geweten ook niet zo'n klein beetje dichtgeschroeid? In mijn hart weet ik het ergens wel, maar komt het dan achter? Onze defensieve houding springt gelijk weer in het gelid. Zo werkt dat. Zo werkt dat. Dus de Heer Jezus heeft ons nogal iets te vertellen als het om, juist om, die geveinsdheid gaat. Over die leugensprekers gaat.
hebben een eigen weten als met een brandijzer toegeschroefd. Er komen wat voorbeeldjes onder. Verbiedende te huwelijken. Heeft God gezegd dat u niet mag trouwen? Dat heeft God helemaal niet gezegd. Natuurlijk, een Paulus was een typerende persoonlijkheid die zich helemaal toegewijd heeft aan God. Paulus spreekt er ook over, komen we later allemaal weer op terug. Daar zijn we ons mee bezig geweest. Maar mensen gaan alle woorden van Jezus Christus totaal verdraaien, ook vanuit de Bijbel. En waar gebeurt dit zoveel? Verbiedende te huwelijken. Een celibaat in de Rooms-Katholieke Kerk. Gebieden de van spijzen te onthouden. Nou, daar komt dan specifiek straks nog op terug. Dat is de gebieden van spijzen te onthouden. Wat mag je dan wel en wat mag je niet eten? Natuurlijk, Leviticus is duidelijk. We moeten nog wel die ceremoniële wet handhaven. We mogen geen varkensvlees eten. We mogen geen aal, paling noemen ze dat hier, eten. Het zijn lijkeneters. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Maar afgezien van dat, wat doen wij? Continu de Bijbel verdraaien. Wat zeggen mensen? Gebieden van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttigheid en dankzegging voor de gelovigen. En die de waarheid hebben bekend. Dus ik heb de waarheid bekend, dus ik mag alles eten wat God heeft geschapen. Dat is een aanmatiging. Dat staat niet in de Bijbel. God heeft wel geboden wat u wel en niet mag eten. En wat u wel mag eten, dat mag u eten. Dat wordt hier bedoeld. Maar wat u niet mag eten, moet u ook niet eten. Aanmatiging is een surrogaat geloof van Satan. Weet u het nog? Dat is aanmatiging. Dus die maken hun eigen geloof. Of beter gezegd, Satan fluistert hun dat in. Dat wordt er bedoeld. Ja, zo laaghartig. Dat is geveinsdheid. Dat is sluwheid. Dat gaat de slang als onder de tafel door. Zo willen wij niet zijn. Ik althans niet. Ik wil weten wat God van mij verlangt. U toch ook? Kijk, dan wordt het totaal anders. En daarom worden we ook gewaarschuwd voor dit soort mensen. Misschien neemt u schrik aan, maar misschien voelt u dat ook wel een beetje voor uzelf aan. En dan moet u in uw hart zeggen, twee dingen kunt u doen. Het slechtste wat u kunt doen, is wat hier staat. Door geveinsdheid en leugen spreken, u begint te leugen. Nee, zo ben ik niet. Ik ben geveinsdheid, hè? Dat doet een ander. Hebben hun eigen geweten, ik heb mijn geweten dichtgeschroeid natuurlijk. Als met een brandijzer toegesproken. Het is het slechtste wat u kunt doen. Maar het allerbeste wat u kunt doen, als u dat toch weet en u hoort, dat u naar de Heer Jezus toe gaat. En zegt, lieve Heer Jezus, ik lees dit nu inderdaad met heel andere ogen. Ik heb altijd gezegd, je mag eten wat je wilt. Nee, dat staat daar niet. Wij hebben een Bijbel, daar staat andere dingen in. En Paulus bedoelt echt wat je wel mag eten. Niet de dingen die je niet mag eten. Ga ermee naar uw geliefde Heer. Dat is niet alleen eten en drinken, dat is ook in alles. In het spiritisme, in alles wat u doet. Ga ermee naar uw geliefde Heer. En heb er berouw van. Maak het specifiek. Doe schuldbelijdenis. En verander uw leven samen met de Heer Jezus. Dat is het vierde punt. Het getal van Christus. Dat is het. Dat is gerechtigheid door geloof. Verandert u naar zijn beeld. Totaal anders. Dus, ja, ik ben alweer stevig begonnen. Ik begrijp het. Het is weer het eerste vers. En ik ga die versen ook echt behandelen. Die wil ik ook goed behandelen voor u. Want daar hebt u baat bij. Heb ik ook baat bij gehad. Ik heb dat ook eens goed gelezen. Jongen, jongen, jongen. Wat wordt dat bedoeld? Dat is wel stevig hoor. Ik denk, ja, dat staat er toch echt. Gebieden van spijs onthouden en door geveins en leugens spreken en geweten dichtschroeien en verleidende geesten, ja, daar zitten we middenin op. Heb ik dat ook deel, hè? Nou ja, ik dacht vroeger ook dat de doden allemaal in de hemel waren. Dan zat ik in het spiritisme. Jongen, jongen, jongen. Nou, zo kan ik nog leven doorgaan met mezelf. Weet je wat het is? Ik ben er beter van geworden. Dat is het. Ik heb het aangenomen. Ik heb mijn geweten niet dichtgeschroeid. Ik ben naar de Heer Jezus toe. Ziet u het verschil? En dat is ook wat de Heer tegen u zegt. Heeft hij ook tegen mij gezegd. Geweldig mooi. Wij willen weer verder met het zingen van Psalm 119 vers 30. Psalm 119 vers 30.
Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan. Daar hebben we het hier over. Ik heb mijn wegen bedaard nagegaan. Dat ook. Mijn voeten gekeerd tot uw getuigenis. Ik heb die getuigenis onderzocht. En mij gehaast die paden in te slaan. Hadden we het zo pas niet over. Jeremia 6 vers 16. Daar zingen we nu van. U moet willen veranderen naar Gods beeld. En uw geweten niet dichtschroeien. Dat is het. Laten we samen zingen. Psalm 119 vers 30. Bestuderend zingen. Over nadenken wat u zegt. En wat u zingt. Laten we samen Psalm 119 vers 30 zingen. Ons ook haasten om de juiste paden in te slaan. De enige juiste paden, dat zijn de getuigenissen, de drie getuigenissen van Jezus Christus natuurlijk. Wij willen verder gaan met toch wat belangrijke dingen hierin. En dat is in Romeinen 14 gaan we naartoe. Romeinen 14. Een hoofdstuk wat enorm veelvuldig wordt misbruikt. Echt misbruikt. Waarom? Het gaat er over het eten natuurlijk. Ja, dat vinden mensen prachtig. En dan zeggen ze, ja, vers 5, daar wil ik even naartoe met u. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht alle dagen gelijk. Dus wij kunnen elke dag sabbat houden. Dan hebt u enorm uw geweten dichtgeschroeid. Begrijpt u dat? Dat is de kern. Want waar gaat het hier over? Over eten en drinken. Degene nu die zwak is, in vers 1, in het geloof neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. Nou komt Paulus specifiek over het eten en drinken. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruid. Maar die daar eet, verachten hem niet. Die niet eet, en die niet eet, oordelen hem niet. Die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij? Let op, die eens anderen huisknecht oordeelt. Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. En dan komt die ene regel natuurlijk. De een acht wel de ene dag boven een andere dag. Daar ene en andere dag hoort het officieel niet tussen, dat begrijpt u. Maar de andere acht al de dagen gelijk. En iemand zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Daar komt ook dat eigen gemoed terug, want u moet een goede gemoedstoestand hebben. U moet uw geweten natuurlijk niet dicht gaan schroeien in zulke teksten. Het is een heel mooi dat dat erbij staat. Ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Maar de tien geboden is niet
Och, u moet in uw eigen gemoed maar verzekerd zijn welk gebod u wel of niet aanneemt. Dat proberen ze hiervan te maken. Dus Paulus, door de Heilige Geest gegeven, heeft hier heel bijzonder even iets neergezet voor u en mij. Dat het niets met de geboden te maken heeft. Dat wil ik daar in het bijzonder mee zeggen. En ook met de feestdagen. Let op. Die den dag waarneemt, die neemt hem waar, den Heer. En die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar, den Heer. Die er eet, die eet zulks den Heer. Want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks den Heer niet. En hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf. En niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven. Wij leven den Heer. Het zij dat wij sterven. Wij sterven den Heer. Het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heeren. Dus u beseft al, het gaat nog veel verder, dat gaan we later natuurlijk allemaal nog eens een keer behandelen, dat Paulus hier ergens ook al over die geveinsdheid spreekt. Hij kristalliseert als het ware dit allemaal uit. Dat wil ik u hiermee zeggen. Dat is een klein stukje wat ik er even bij wil nemen om u heel nadrukkelijk op te wijzen, dat natuurlijk mensen continu hun geweten dicht branden, waarmee? Met leugens, met geveinsdheid. Sadducees doen dat ook, vooral de leiders dus in onze tijd. En ook de farisees. Farisees zijn natuurlijk die fanatici in onze tijd. Vooral als het om eten en drinken ook gaat, zie je die fanatici heel erg oppas van dat moet ik niet en dat niet en dat niet. Bijna bij het onfatsoenlijk om af, zeg ik wel eens. En die begrijpen nog niet helemaal dat God er totaal iets anders mee heeft bedoeld. Dat zijn de mensen die stellen de gezondheidsboodschap boven Gods woord. Ook boven de drie engelenboodschap. Dat zien ze zelf niet meer, natuurlijk. Dat mag duidelijk zijn, maar dat gebeurt wel. Wij willen eerst weer naar die mooie psalm toe. Psalm 35. En daarvan gaan we nu zingen vers 2. Psalm 35. En daarvan het tweede vers. Het zijn 13 versen. De laatste vers gaan we natuurlijk ook nog zingen. Maar dit gaat in het bijzonder over dit soort persoonlijkheden waar wij over spreken. Beschaam ze in hun trotse waan. Ze zijn trots. Ze hebben een trotse waan. Ego. Trippers noemen we dat ook wel eens. Die mij zo wreed naar het leven staan. Nou, dat zijn ook de mensen die staan straks naar het leven. Zelfs advertisten, zoals je weet. Grote conflict, bladzijde 522. Zo worden ze achterwaarts gedreven. God gaat dat allemaal voor u en mij oplossen. Wees daar niet bang voor. En rood van schaamte doet hen beven. Ja, die advertisten worden uitgespuwd en ze kunnen niet meteen de zuivere waarheid aanspreken vanuit de Chatecumene kerken natuurlijk. Maar moet alles gaan invullen. Die kwaad verzinnen tegen mij, want dat doen ze natuurlijk tegen u en mij. Dat al hun listen verijdeld zijn. Het is mooi. God verijdelt hun listen. Verstrooi hen als de wind het kaf. Gods engel drijft hen van mij af. Daar hebben we straks geen last meer van. Die citaten hebben we ook al gelezen. Mensen worden straks aan de kant gezet. God gaat zijn eigen mensen uitzoeken. Armen en de nederigen. Ootmoedige mensen, die gaat hij uitzoeken. Daar hebben we al citaten van gelezen. En dat zingen we nu in, ook in Psalm 35 vers 2. Laten we dit zingen, Psalm 35.
zijn we toch dankbaar dat we engelen om ons heen hebben die ons beschermen. Wij willen eerst de Heer zoeken in gebed. Voordat we verder gaan met de eredienst, Heer, verlichting van de Heilige Geest te vragen. Wilt u samen met mij de Heer zoeken in gebed? Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, wat zijn we u dankbaar dat u zoveel in uw woord hebt geschreven waar wij houvast aan hebben. Vooral ook in deze eindtijdgeschiedenis. Waar Paulus ook heel in het bijzonder Timotheus op wijst waar de gevaren liggen. Daarvoor hebben wij dat nodig. Want anders dan doorzien wij de mensen niet meer die niet aan uw zijde staan. Die uw woord alleen maar willen betichtigen en verkeerd willen beoordelen en woorden willen verdraaien. Hun geweten daarbij hebben dichtgeschroeid. Het is niet voorstellen dat mensen het doen, maar ze doen het. Ze doen het. Wilt u ons alstublieft die ogen zelf geven, dat wij dat mogen zien en mogen verstaan. Om vooral geen verkeerde beslissingen te maken in die eindtijdgeschiedenis waar we nu al in leren. En persoonlijk zie ik dit al veelvuldig om me heen gebeuren. Heel veel zelfs. Heren, wilt u ons helpen? Wilt u de broeders en zusters thuis helpen? Dat ze dit ook mogen gaan zien. En dat ze mogen weten hoe ze daarmee omgaan. Dit alles bidden we, smeken we van u. Niet omdat wij het hebben verdiend, Heren, of ik het verdiend heb. Nee, uw geliefde Zoon heeft alles voor ons verdiend. Die is onze weg gegaan, die wij hadden moeten gaan. Dank u wel daarvoor, lieve Heer Jezus. We bidden daarom ook om een gezegende en een geheiligd moment dat u bij ons wilt zijn, met uw Heilige Geest, dat wij ons geweten niet dichtschroeien, maar in alle oprechtheid naar u willen luisteren, wat u ons mensen, ook mij, hebt te vertellen. Dat bidden we van u om Jezus Christus, Vader in Heer. Amen. Ja, er gebeurt nogal wat. Als u dit een beetje voor u ziet gebeuren, dat geweten, u kunt nog meer erbij halen. Bijbelcommentaren 559, Bijbelcommentaren 267, Bijbelcommentaren 113, Bijbelcommentaren 532. Geef weer wat mee, kunt u dat allemaal thuis en bijzonder ook deze Sabbat nog eens uitzoeken. Ik wil vooral even met u natuurlijk naar... Laat me het vers 4 eerst even lezen. Dan komen we er nog iets beter in. Want alle schepsels, Gods, is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen. Dus we mogen alles eten en drinken. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Nu begrijp je al, als wij nu beseffen dat we niet alles meer mogen eten. In principe weten we dat op voorhand al. Maar als dit er staat, dan zou je bijna denken, we mogen alles eten en drinken. Ik heb u wat voor u meegenomen. Ten eerste, wij willen een geheiligd leven leiden, Bijbelse heiligmaking. En ik heb twee boeken voor u meegenomen. Dat is De Weg tot Gezondheid en Adviezen over Dieet en Voeding. Dit is in principe het opstartboek. Het is ook een pocketuitgave, De Weg tot Gezondheid. En Adviezen over Dieet en Voeding. Het gaat allemaal puntsgewijs, deze gaat veel dieper. Die gaat allemaal punten aanhalen, er staan heel veel punten in. Ik meende iets van, stotten, ik zal hem erbij pakken. Ik geloof iets bij de 800, klopt wel, 800 punten, meer dan 800 punten. Staan hierover Adviezen over Dieet en Voeding. Wat ik heel graag met u wil, op, met Gods genade, want uit mezelf kan ik natuurlijk niets, even iets erbij pakken over De Weg tot Gezondheid, het boek. Specifiek over deze punten. Want, wat ik u ook advies in wil geven is, leest u vooral ook geloofspunt 17 nog eens goed door. Daar gaat het om dat God een profetes heeft gezonden. En waarom? Dat is het ware de loods voor het laatste moment in deze wereldgeschiedenis. Omdat, zuster Waai, die schrijft erover,
ook over een schip wat bijna in de haven komt en dat er allemaal zandbanken zijn. En die loods die brengt dat schip, de kapitein met het schip, met de bemanning, in de juiste haven. En daar is een loods voor nodig. En die loods is in principe voor onze eindtijd, dat is de geestenprofetie. Ik weet het maar zeggen, maar de geestenprofetie. Dus vandaar dat ik zeg, ik wil u toch even iets bekend laten maken met de weg tot gezondheid. En dan gaan we naar bladzijde 260 toe. Want alles, Paulus spreekt ook elders erover, alles wat uit het slachthuis komt is goed. Dus, maar, daar zijn wat dingen, horen erbij. En dat is hoofdstuk 24. Dus vlees als voedsel, zal ik nog even voor u ophalen, wat ik het zo pas heb gezegd. Wilt u meer weten over vlees als voedsel, dan moet u naar adviezen over dieet en voeding. Want dat vindt u weer in bladzijde 314 tot en met 366. Dat heeft natuurlijk alles, ik zal het voor u ophalen, 314, heeft alles met proteïnen te maken, proteïnen en eiwitten. Proteïnen, deel 1, noten en notengerechten. Dus dat zijn de vervangers voor vleesvoedsel. Vandaar dat ik zeg, dit is echt een studie waard, ik hoop in de toekomst u daar nog wat scholing over te geven, specifiek over het eten, maar... Ik heb eerst nog een andere taak van de Heer, zoals je begrijpt. Dus dit moet eerst af. Het hele Nieuwe Testament moet op video verschijnen. Dat is de opdracht van mijn geliefde Heer Jezus naar mij toe. Dus even terug. Vlees als voedsel. Bladzijde 260. Het voedsel dat de mens in het begin was toegewezen, omvatte geen vlees. Moet je even meenemen. Eerst na de zondvloed, toen al het groen op de aarde vernietigd was, kreeg de mens toestemming om vlees te eten. Dus na de zondvloed, als eerste dus. Bij het kiezen van het voedsel voor de mens in Eden, toonde God wat het beste dieet was. Bij de keuze voor Israël leerde Hij dezelfde les. Hij bracht de Israëlieten uit Egypte en begon aan hun opvoeding. Zodat ze een volk hem ten eigendom mochten zijn. En nu dus ook. Dus voedsel is wel degelijk belangrijk om het woord Gods goed te verstaan en te begrijpen. Dat wil ik even meenemen. Dus dit gaat wat dieper, ik kan er nog veel meer over vertellen, maar ik wil me even beperken tot zover. Door hen wenste hij de wereld te zegenen en te onderwijzen. Hoort u dat? Dat moesten de Israëlieten, de Joden, doen. Hij voorzag hen van het voedsel dat het beste aan dit doel beantwoordde. Geen vlees, maar manna. De pot met manna, weet u het nog? Het heilige der heiligen. Het brood des hemels werd dat genoemd. Het was slechts door hun ontevredenheid en murmureren naar de vleespotten van Egypte, pas dus op, dat vlees als voedsel werd toegestaan. En dit slechts voor korte tijd, met die kwakkels, weet u dat nog? Het bracht ziekte en dood aan duizenden. En nog begrepen ze het niet hoor, maar afgezien van dat, ja, een aantal wel natuurlijk. Toch werd de beperking tot een geen vleesdieet nooit van harte aanvaard. Daar staat hij al. Het bleef een reden van ontevredenheid en murmureren. Openlijk of in het geheim. En het verbod werd niet permanent. God liet ook iets toe. God neemt nooit op alle twijfelen en verzoekingen weg. Dat moet u kunnen begrijpen. Waarom? Anders is het geen geloof meer. Geloof is een keuze van u en van mij persoonlijk. Geven wij de wil wel of niet aan Jezus Christus over? Willen we dat wel? Dat is het. Dus, dan staat het. En het verbod werd nimmer permanent. Ze mogen daar zelf over beslissen. Ze konden dat begrijpen wat daar is gebeurd. En wij nu ook. Nadat zij zich in Canaan gevestigd hadden, werd het de Israëlieten toegestaan vlees te gebruiken, maar onder strikte beperkingen, die bedoeld waren
om de slechte gevolgen te verminderen. Let op, te verminderen, niet weg te nemen, hè? Te verminderen. Het gebruik van varkensvlees werd verboden, punt. Je hebt vol met parasieten, is verschrikkelijk. Evenals van andere dieren en van vogels en vissen. Ook dus vissen, waarvan het vlees onrein werd genoemd. Van de toegestaande soorten vlees werd het eten van het vet en het bloed strikt verboden. En hoe ging dat dan? Dus geen bloed, geen vet. Nou, wat eten we ze nu allemaal? Biefstukken. Bloed loopt er nog uit. T-bone steaks. Dat is verschrikkelijk. Ik weet het nog heel goed. Als allerlaatste van een reisje van het werk mee. Ik zal verder niet in detail treden. En toen at ik nog wat vlees. En toen, ik denk, T-bone steak. Lijkt me wel lekker. Ja, ik moet er nu niet meer aan denken. Of zat ik in dode dieren te eten? Dat was helemaal niet doorgebakken, lieve broers. Verschrikkelijk. Mijn vrouw en ik heb het vlees teruggestuurd. Ik kwam terug, kwam bijna net zo terug. Ja, ik zei, dit is niet normaal. Wat smerig. Ja, zo ver moet het bij ons mensen komen. Nou, zo ver is het bij mij gegaan, hoor. Toen al. Dus, dus geen bloed erin. Hoe deden de Israëlieten dat? Toen, dat bloed werd er helemaal uitgeslagen. Nou, u weet, vlees zonder bloed is net een stuk droog leer waar je op zit te kauwen. Dat zit geen smaak meer aan. Echt niet. Nou, dat is ook zo. Zit geen smaak meer aan. Want het bloed en het vet brengt het smaak eraan. En vet, het eten van vet. Waarom is dat zo verschrikkelijk verkeerd? Dat heeft God toen al bepaald. Waarom? Vet gaat u diep in uw aderen, bloedaderen zitten, raakt allemaal verstopt. Waarom moeten die mensen allemaal omleidingen hebben? Om vet. Om vet. Stilzitten natuurlijk, vet eten. En als je niet verbrandt, niet actief bent, ja, dan gaat het 10 keer zo snel natuurlijk met die verstopping. Dus vandaar. Even iets over gezondheid. Dan verder. Alleen die dieren die in goede conditie verkeren, konden als voedsel gebruikt worden. Geen dier dat verscheurd, dat vanzelf gestorven was, of waarvan het bloed niet zorgvuldig weggevloeid was, mocht worden gegeten. Dus daar stonden nogal wat eisen voor. Om de gevolgen van ziekte te verminderen, maar niet weg te nemen. Ze werden er alsnog ziek van. Dat wordt het bedoel. Door het verlaten van het door God aangewezen plan voor het dieet, leden de Israëlieten grote verliezen. Ze verlieten dus, ze deden niet wat God zei, het plan van God. Zij wensten vlees en zij oogsten resultaat. Zij bereikten Gods karakterideaal niet, nog vervulden zij zijn doel. Ik kan u wel vertellen. Als u blijft vlees eten, op voorhand al, en u wilt de luide roep gaan brengen, gaat u niet lukken. U mag de luide roep niet eens brengen. Zo is de situatie. Zo ernstig is het. Dus het kan ook niet. U kunt het ook niet. U bent zo behept met uw vleesgerechten en met uw eetgewoontes. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En als u nu weet wat vlees allemaal teweeg brengt, met parasieten en alles in varkensvlees al helemaal, u krijgt er kanker van. Het is verschrikkelijk wat zuster White hierover schrijft. Niet verschrikkelijk goed dat ze het schrijft, maar verschrikkelijk wat er gebeurt als we daarmee doorgaan. Dus, de Heer gaf wat zij begeerden, maar henzelf deed hij wegteren. Het rijmt ook nog. Onvoorstelbaar. Zij schatten het aardse boven het geestelijke en de heilige superioriteit die zijn doel voor hen was, bereikten zij niet. Zult u dus ook niet bereiken, net zoals ik zo pas heb gezegd. Ik ga even een stukje verder. Nummer 1. Vlees was nooit het beste voedsel. Een kwart van onderen. Vlees was nooit het beste voedsel. Maar het gebruik ervan is nu dubbel verwerpelijk. Sedert ziekten in dieren zo snel toenemen. Vleeseters weten eigenlijk niet wat ze eten. Dikwijls is het zo dat als zij de dieren konden zien toen die nog leefden. En de kwaliteit van het vlees dat zij eten. Zouden kennen, zij het zich
met walging van zouden afkeren. Ja, u ziet niet wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. U eet alleen voor de rest. Mensen eten voortdurend vlees dat vol zit met tuberculose en kankerkiemen. Hoort u het goed? Tuberculose en kankerkiemen. Tuberculose, kanker en andere fatale ziekten worden zo overgebracht. Waardoor? Door het vlees. Ja, u zult wat denken, we krijgen hier wel wat over ons heen misschien. Maar ja, ik wil graag doen wat God van me verlangt. U toch ook? Moet u zich afvragen. Ik wil mijn lichaam als een tempel voor God gebruiken. U toch ook? En ik kan als getuige tegen u zeggen, toen ik gestopt ben met vlees eten, het was geweldig wat er toen gebeurde. Ik had er helemaal geen last van, ten eerste. En mijn vrouw die zocht overal wat dingetjes op van, hé, dat is een vleesvervanger. Dus puur van soja gemaakt. Zelfs ook veganistische burgertjes zijn, er zitten helemaal geen eieren of melk of wat dan ook maar in. Verrukkelijk. Sterker nog, op een bepaald moment dacht ik, jongens, dit stinkt niet. Zo ver gaat dat. Want je ruikt altijd dat vlees. Je denkt, ja, dat is lekker. Nou, u ruikt de kruiden. Maar er dwars doorheen hoort u mij, zo pas op zeggen, ruik je dat bloed. Dat bloed zit in dat vlees. Dat geeft ook die smaak eraan. En daarom moest dat bloed er helemaal uitgeslagen worden. Bij de Joodse gerecht, bij de Joodse vlees, om het zo maar uit te drukken. Dus. En hoe ver gaat dat? Helemaal onderin bladzijde 262. Maar weinigen kunnen er geloof aan hechten dat het vlees is dat zij gegeten hebben. Dat hun bloed vergiftigd en hun lijden veroorzaakt heeft. Velen sterven aan ziekten die geheel te wijten zijn aan het eten van vlees. Met de darmen, met de omleidingen, met kanker, wat er niet zich afspeelt. Die zijn dus geheel te wijten aan het eten van vlees. Terwijl de ware oorzaak door niemand vermoed wordt. Het morele kwaad van vlees wordt minder onderkend dan een lichamelijke ziekte. Moreel is ons verstandelijk vermogen. Vlees is schadelijk voor de gezondheid. Wat het lichaam aantast. Heeft een overeenkomstige effect op geest en ziel. Nu komt u daar heel dichtbij wat ik zo pas zei. Denk aan de wreedheid die de dieren moeten ondergaan. Opdat hun vlees gegeten kan worden. De gevolgen voor hen die daarbij betrokken zijn en voor hen die het zien. Hoe vernietigt dit niet de tederheid waarmee wij de schepselen van God behandelen? Dat komt er ook nog een keer bij. Lieve broeders en zusters, als ik u was, zou ik hier echt mee aan de slag. En helemaal vegetarisch te worden. En de volgende stap is veganistisch te worden. Want eieren, u weet hoeveel verschrikkelijke ziektes in de eieren momenteel zitten. En de kip is nog zieker dan de ei zelf. Dus het kippenvlees kunt u ook al niet meer eten. En dan beginnen de mensen te murmureren. Dan zijn we net de Joden. Kan ik dan helemaal niets meer eten? Kinderen roepen dat wel uit. Mama, gezond is niet lekker. Dat roepen ze naar hun moeders toe. Ze zijn verwend tot en met. Ze kunnen niet eens meer terug. Zo ernstig is die situatie. En dan wilt u beweren dat wij mensen een geheiligd leven kunnen leiden. Nou, ik kan u beloven dat wij dat niet kunnen. Dat gaat niet lukken. Dat lukte mij vroeger ook absoluut niet. En nu nog niet zonder Christus. Laat dat weer even goed vooropstellen. Maar ik kom steeds dichterbij. Ik begrijp en ik besef wat Jezus Christus van mij wil. En niet murmureren gaan. Vraag Heere, wat bedoelt u ermee? Wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doen zal? Hoe moet ik veranderen? Wat doe ik nog verkeerd in mijzelf? Dat is het contact met Jezus Christus. Dat moet u ook hebben. Dus we zien. Twee boekjes. Wijzen ze er nogmaals op. Het eerste boekje, De Weg tot Gezondheid, is de opstap. En het tweede, diepgaandere boekje, Adviezen over Dieet en Voeding. En daarom is er nog een profetes gekomen die dat allemaal moest zeggen. Dat we dus momenteel geen vlees meer kunnen eten. Dat is de loods die binnenkomt, binnen Gods volk,
om Gods volk nog één keer, vlak voor dat we aan land gaan, en wel te verstaan het beloofde land ingaan, te wijzen op alle gruwelen die mensen met voedsel hebben uitgehaald. Vernietigd hebben ze het voedsel. Zo is de situatie. 400 stoffen die erin zitten, 431, 437, zijn een hele hoop stoffen die van varkens afkomen, die zitten gewoon in het voedsel. Moet je gewoon op een verpakking kijken. Ja, wat zit hierin? Wat wordt hierbij gebruikt? Nou, gaan we nu niet verder op in, want dat voert veel te ver. Daar hebben we onder andere de profetes voor, die kan u dat ook uitstekend uitleggen. En dan gaan we verder met vers 6, want als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Opgevoed in de woorden des geloofs, gerechtigheid door geloof. Der goede leer, dus die leer is zo belangrijk. Wat leert u? Als je zegt, ik hoef niet te leren, ik heb geen tijd om te leren. Ik heb al mijn 5 en 16, ik heb het veel te doen. Moet u straks allemaal verantwoorden voor God? Nou, ik kan u wel vertellen, dat kunt u niet verantwoorden. U heeft een enorm groot probleem daarin. Der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Dus je moet een goede leer achtervolgd hebben. 11 uw werkers in het bijzonder. Maar verwerp de ongoddelijke en ouderwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Heel veel mensen zijn zo nieuwsgierig en oudwijvig bezig. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? En ik wil dat ook weten. Dat is ouderwijfse fabelen komen dan. En die doet dit en doet die dat en die. Dat is in de gereformeerde kerk ook zo. Je praat alleen maar over een andere en over ja, ouderwijfse fabelen. Je mag dat nou eens nazoeken. We vinden heel veel in de geestelijke profetie terug. Dat willen we niet. We willen die diepte van Gods woord willen we uit kunnen en mogen dragen. Dus weg met die achterklap en die rol. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Ah, zeggen mensen. Dus ik hoef niets aan mijn lichamelijke oefening te doen. Ziet u, hè? Waar zijn we mee gestart? Het geweten dichtschroeien. U moet geweldig het geweten dichtschroeien. Het is heel nuttig om lichamelijke oefening te doen. Ook de profetes spreekt erover in de weg tot gezondheid. Dat u bewegen moet. Mensen die stilzitten, die slippen helemaal dicht. Ook in de bloedsomloop, in de aderen, enzovoort, enzovoort. U moet niet wedstrijden gaan lopen met een 40 kilometer marathon. Als u dat makkelijk afgaat, is wat anders natuurlijk. Maar als u daar heel veel moeite mee hebt, dat is niet de bedoeling. Helemaal niet om een kroon te halen. Dat is een wereldse kroon. Wij willen een hemelse kroon hebben. Gaat niet om wedstrijd. Ik loop ook dagelijks, mijn vrouw ook. 3 keer in de week, 's morgens om 6 uur. Gaan we nagelang, hoe het weer ook een beetje is, maar van 4 tot 6 kilometer elke dag. Wil ik zeggen, 3 keer in de week. Dus, lieve broeders en zusters, lees goed. Schroei uw geweten niet dicht. Want daar heb ik het telkens over. Zowel met het eten als met bewegen. Daarvoor hebben we nog gelukkig een profetes die dat ook zegt. Van, let op, doe een wandeling. Hoeft niet direct hardlopen, maar doe stevige wandelingen enzovoort, enzovoort. Maar de godzaligheid. Je lichaam is een tempel, Heilige Geest, maar die godzaligheid is tot alle dingen nut. Dat klopt. Hebben de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Tegenwoordige leven, leeft u goed, hebt u blijdschap in uw hart en wat nog meer. In de toekomst hebt u een enorm grote kans om bij de 144.000 te mogen horen. Maar uw gezondheid moet goed zijn. Heel veel mensen zeggen, vragen mij gewoon. Broeder Rimmersma, denkt u het nog mee te maken als Jezus wederkomt? Ik heb het u al eerder gezegd. Ik zeg, jazeker. Ik kan 120 worden. En als ik mij hou aan hetgeen wat God mij heeft voorgehouden in de Bijbel en in de geestelijke profetie, adviezen over dieet en voeding. En ik doe wat Jezus van me verlangt. Ik hou de geboden, ook geestelijk. Ik blijf zijn werk voltooien naar zijn wil en welbehagen. Dan kan ik 120 worden. Dan kan ik inderdaad de wederkomst nog meemaken. Daar ben ik niet bang voor. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat is geen hoogmoed praten. Dat is niet, oh, hij weet het allemaal.
allemaal. Nee, dat is je doel anders richten. Je doel is Jezus verwachten op een wolken des hemels. Ongeacht wat een ander doet en wat een ander zegt. Dat is een positieve kijk op de toekomst. De meeste mensen hebben een angstige kijk op de toekomst. Ik niet. Natuurlijk, we gaan een verschrikkelijke tijd tegemoet. En ik bereid me ook voor. Op allerlei gebieden bereid ik mij voor om Jezus Christus te mogen ontmoeten op de wolken des hemels. Natuurlijk, dat doe ik ook. Maar dat is niet uit angst. Dat is uit hetgeen wat de geest de profetie ons heeft verteld. Het geheiligde leven. De Bijbelse heiligmaking. Daar moeten we mee aan de slag. En nog tips heeft ze gegeven over dit moet je doen en dit kun je doen. En ga buiten de steden wonen en dat soort dingen. Nou, daar houden wij ook rekening mee. Dus besef goed, schroei uw geweten niet dicht. Dan komt u straks in een probleem. En dan is het te laat, kunt u niets meer terugdraaien. Dus ook als het om lichamelijke oefening gaat en alles wat erbij hoort. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook. Arbeid. Wij worden niet gered door werken, lieve broeders en zusters. Maar dat is wel de derde toets. Arbeid om Christus wil. We houden zielsveel van Jezus Christus. Daarom arbeiden wij. Dus een hele hoop mensen schroeien hun geweten daar ook weer in dicht. Die zeggen, ja, maar Jacobus zegt, wij worden niet gered door werken. Geweten niet schroeien. Wij hoeven niet te werken. We worden alleen maar gered door een geheiligd leven te leiden. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Matteüs 28, zullen we er even naartoe gaan? We zijn er nu toch mee bezig. Wat is de opdracht van Jezus Christus persoon naar u en mij toe? Matteüs 28, de laatste twee versen. Gaat dan henen. Vers 19 en 20. Gaat dan henen. Onderwijs, dus u moet leren. Daar komen we nog meer op hier. Al leren, onderwijzen, der goede leer. Dat moeten we allemaal hebben. Ook als het om de weg tot gezondheid gaat, moeten we begrijpen. Goede leer, onderwijs, al de volken, dus iedereen. Dezelfde dopen in de naam des Vaders, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Leren hen, wie leren? U moet dus weten wat in de Bijbel staat en hun onderwijzende lerende. En onderhouden, alles onderhouden, dus ook gezondheid, geheiligd leven, alles wat erbij komt, wat ik u geboden heb. En niet uw geweten dichtschroeien. En ziet, ik ben met u, gelukkig maar, al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Is dat niet geweldig? De Heer gaat ons straks specifiek helpen. Echt helpen. Dat is natuurlijk prachtig mooi. Dat doet hij nu al. Laat me dat goed voorop stellen. Want hiertoe, vers 10, arbeiden wij ook en worden versmaad. Omdat wij gehoopt hebben op den levende God. Advent, wij verwachten onze Heer. Die een behouder is aller mensen. Maar het allermeest der gelovigen. Hij kan iedereen behouden. Oh, zeggen mensen. Alle mensen. Die behouder is van alle mensen, worden alle mensen gered. Dan gaan we weer geweten dichtschroeien. Dat staat er toch? Dat wordt er helemaal niet bedoeld. U ziet, hoeveel hebben we nu al gesproken over die dagen. Het is continu het geweten wat dichtgeschroeid. Schrik niet. Massa's mensen doen dat. Ook in een christelijke gereformeerde kerk, een gereformeerde gemeente, een Nederlands hervormde kerk, een katholieke kerk, in de baptisten, en maar te zwijgen over de valse profeten. Die zien zulke wonderen natuurlijk, dat is God, dat is klaar. Die zien alles met de ogen, die geloven, die hoeven niet meer te geloven, die zien het gewoon. Ja, die zien alleen maar wonderen van Satan, maar dat willen ze ook niet geloven, want dat staat ook niet in de Bijbel. Nou, het staat wel degelijk in de Bijbel. Verleidende geesten en leringen van duivelen. Dat staat hier letterlijk in de laatste tijd. Dat komt er. Ziet u hoeveel wij het geweten dicht schroeien? Ik zie het bij mezelf. Ja, nu veel minder, dank de Heer. Maar zo zit er Satan. Hij mensen allemaal in elkaar. Beveel deze dingen en leer ze. U moet kunnen leren. U moet een ander kunnen onderwijzen. Die onderwijzende genade gaat. Onderwijst. Matteüs 28. Het zijn exact dezelfde woorden. Die
Paulus in Timotheus schrijft, voor de helft die werk is voor nu, als Jezus zich gegeven heeft. Dat het mag duidelijk zijn. Beveel deze dingen te lezen. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid. Zes punt. In de onvolmaaktheid van de mens moeten die dingen, die zes punten komen. Getal zes is de onvolmaaktheid van de mens. Al die onvolmaaktheid moet uit die mens vandaan, dan moeten deze zes punten komen. Dat is dus een voorbeeld der geloof. In principe zou u dat als punt 7 erbij kunnen tellen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Ja, ik heb ook mensen gekend. Onvoorstelbaar. Ik ben in de geest. Ja, wat is dan in de geest? Ja, ik ben in de geest. U bent niet in de geest. Oh, waarom ben ik dan niet in de geest? Nou, u bevat al wat daar voor gesprekken uit voort kunnen komen. Die mensen weten totaal niet waar ze over spreken. Totaal niet. Die kennen de Bijbel niet. Die zeggen, ik ben wel in de geest en u niet. Ja, waarom dan niet? Dan wordt het stil. Dat weten ze niet. Maar ze weten ook niet waarom ze zelf in de geest zijn. Dus in de geest, in geloof, in reinheid. Wat is in de geest? Dat God uw geest op alle gebieden onder controle heeft. En in gedachten, in gevoelens en in gemotiveerdheid. En dat is die gemotiveerdheid, want hiertoe arbeiden wij, vers 10. Het is gemotiveerdheid. In liefde voor Christus iets willen doen. En dan nogmaals weer, vers 13. Houd aan in het lezen en vermanen. Lezen, let op, een openbaring waar in de NBG verknoeid heeft natuurlijk met dat we lezen moeten. Nee, we moeten voorlezen, volgens de NBG. Nou, pas op, daar zit een vervalsing in, maar die heb ik al in de profetenschool allemaal behandeld, maar bij deze. In het leren totdat ik kom. Dus we kunnen niet stoppen met Gods woord onderzoeken. Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie. Met oplegging der handen des ouderlingschap. Daar ben ik dus mee bezig geweest. Vooral hebben we dat ook in 3:1 hebben we dat behandeld, zoals je weet. Opzienersambt, weet u het nog? Voor de Sabbat. Bedenk deze dingen. Wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u hoort. Dus volhardend in het zuivere woord van God. En dan gaan we terug naar de weg tot gezondheid. Ik heb hem nu al gelezen. Wil ik nog een paar dingetjes voor u ophalen als het om gezondheid gaat. De weg tot gezondheid. Daar zit natuurlijk veel meer in. Dat is de bladzijde 265. Even een stukje op bladzijde 265 nog. Wij moeten echter de toestand en de macht. Dat is in het midden van bladzijde 264. Daar staat het. Bladzijde 265 is het einde daarvan. Wij moeten echter de toestand en de macht van een levenslange gewoonte, dat zijn dus slechte gewoonten, in aanmerking nemen en voorzichtig zijn door zelfs goede ideeën niet op te dringen. Dus u moet er wel voorzichtig mee zijn. Anders wordt u een fanatici. Niemand moet gedwongen worden om de verandering abrupt te maken. Daar waarschuw ik ook altijd voor. De plaats van vlees moet ingenomen worden door gezond voedsel dat niet duur is. Groenten, noten, zaden. In dit opzicht hangt er veel van de kok of de kookster af. Met zorg en kundigheid kunnen schotels bereid worden die tegelijk smakelijk en voedzaam zijn. Nou, dat kan ik beamen. Mijn vrouw kan eten koken, vegan ook nog. Nou, ik zeg altijd weer, het is onvoorstelbaar, zo lekker. Deze zullen grotendeels de plaats van vlees innemen. Zoals u begrijpt, natuurlijk eet ik geen vlees en ook geen melkproducten meer. Alle dierlijke stoffen mijt ik uit mijn lichaam, laat ik het zo maar even uitdrukken. In alle gevallen geldt, vorm het geweten,
Hoort u dat? Vorm het geweten. Spreek de wil aan. Voorzie in goed, heilzaam voedsel. Hoort u dat? Vorm het geweten. U moet met uw geweten aan de slag. Spreek de wil aan. U moet willen veranderen. Voorzie in goed, heilzaam voedsel. En de verandering zou redelijk gemaakt worden. Dus heel rustig aan komt dat tot stand. Terwijl het verlangen naar vlees spoedig zou verdwijnen. Ik kan u vertellen, als u een half jaar geen vlees hebt gegeten en u loopt langs een slagerij, moet u niet schrikken wat u dan zegt. Wat stinkt het hier? Dat is echt, dat heb ik heel erg om. En dan zetten ze al die kippenbouten buiten met al die kruiden erover. Nou, zelfs dat vind je stinken. Ik vind alles stinken wat met vlees te maken heeft. Maar u moet uw geweten natuurlijk niet dichtschroeien. Misschien ruikt u het wel zo, maar het is lekker, hè? Het is lekker, hè? Dan kunnen we onszelf ontzettend veel dingen wijsmaken, zeg ik wel eens. Wordt het geen tijd, zegt de profetes tegen u en mij. Nou, niet meer tegen mij. Ze heeft het tegen mij gezegd. Vleend, vleend. Wordt het geen tijd dat allen afstand zouden moeten doen van vlees? Hoe kunnen zij die naar reinheid, verfijning en heiligheid zoeken? Zodat zij met de hemelse engelen kunnen omgaan, voortgaan dingen als voedsel te gebruiken die zo'n schadelijk effect hebben op ziel en lichaam. Dus niet alleen het lichaam, maar ook de ziel, uw gedachten, gevoelens en gemotiveerdheid. Hoe kunnen zij Gods schepselen het leven benemen? Om het vlees als een weelde op te eten. Het vlees als een weelde op te eten. Dieren als een weelde op te eten. Een aantasting doen op Gods schepping. Laat hen liever terugkeren naar dat heilzame, heerlijke voedsel dat de mens in de beginnen gegeven is. En leer hen en hun kinderen medelijden en weldadigheid voor de stomme schepselen die God gemaakt en onder onze bescherming geplaatst heeft in praktijk te brengen. Vindt u dat prachtig? Ik vind het heel erg mooi. En dan gaan we even het laatste hoofdstukje pakken. Hoofdstuk 43 is dat. Een klein stukje. Dat is het allerlaatste hoofdstukje. En daar staat boven een hogere ervaring. U en ik moeten een absolute hogere ervaring hebben. En dat bereiken we door niet ons geweten dicht te schroeien. Daar wil ik naartoe. U hebt dat nu ook gelezen. Overal, u leest het nog veel meer. Ik heb wat bijbelteksten in bijbelcommentaren aangevoerd. Dat kunt u ook van de website ophalen. Dus vandaar dat ik zeg, hou hier rekening mee. Hou er ook rekening mee, nogmaals, 5 getuigenissen. Staat ook het hele omgaan in het huis Gods, hoe we daarin moeten verkeren, staat ook op het internet. En er staan ook, en dat heeft er ook mee te maken natuurlijk, en er staan ook video's over gezondheid op zijn boodschap, op het internet. Ik wil een klein stukje voor u lezen, het eerste stukje. Blijf in mij en ik in u, staat rond. Wij behoeven steeds een nieuwe openbaring van Christus, een dagelijkse ervaring, die in overeenstemming is met zijn leer. Dus, als voorbeeld, u at eerst nog vlees en die nieuwe ervaring die u met Jezus Christus opdoet is daarmee te stoppen. En dat doet de Heer Jezus bij u. Geweldig. Hoge en heilige mogelijkheden liggen binnen ons bereik. Gods doel voor ons is een voortdurende vooruitgang in kennis en deugd. Zijn wet is de echo van zijn eigen stem. Ook de ceremoniële wet houdt rekening mee op die offerdiensten na natuurlijk. Die allen uitnodigt. Komt hoger op. Wees heilig, steeds heiliger. Iedere dag kunnen wij vordering maken in de vervolmaking van het christelijk karakter. Zij die betrokken zijn bij de dienst voor de meester, hebben een veel hogere, diepere, bredere ervaring nodig dan velen ooit hadden gedacht. Velen die reeds lid zijn van Gods grote gezin, weten weinig van wat het betekent zijn heerlijkheid te aanschouwen. En te veranderen te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van heiligheid naar nog heiliger.
Velen hebben een vage opvatting, moet je je voorstellen, spreekt ze over de zevendaagsadventist. Dus, van de uitnemendheid van Christus en hun hart is ontroerd van vreugde. Ze verlangen naar een voller, dieper besef van de liefde van de Heiland. Laat hen elk verlangen koesteren dat de ziel naar God heeft. De Heilige Geest werkt met wie bewerkt wil worden. Dus wie die wil overgeven. Hij vormt hen die gevormd willen worden. Modelleert hen die gemodelleerd willen worden. Oefen u in geestelijk denken en heilige gemeenschap. Geestelijk denken, continu in contact zijn en blijven met Jezus Christus, in hem blijven. En dat geestelijke denken dus, die heilige gemeenschap hebben met hem. U hebt nog maar de eerste stralen gezien van het vroege gloren, van zijn heerlijkheid. Als u voortgaat de Heer te kennen, dus door studie, zult u ervaren dat het pad der rechtvaardigen is als een glanzend morgenlicht. Dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Dat is wat God met u en mij wil. Dat is waar wij hier met z'n allen over hebben gesproken. Een hogere ervaring kunnen wij meemaken. Ook hier de Timotheus, ook de elfduurwerkers kunnen een hogere ervaring meemaken. Ze kunnen die pilaren worden waar we vorige keer over hebben gesproken, in een tempel, bij God voor eeuwig. Al die werelden bezoeken. Miljoenen werelden zijn. Ik pak u het boekje Geheiligd Levende nog even bij, dat u zeker weet dat dat daar staat. Gods majesteit staat erboven. En even in het midden van dat stukje, bladzijde 58, het Geheiligd Levende, Gods eer hangt niet af van de mens. Hij kan de menigte sterren aan de hemel en de miljoenen werelden boven opwekken om een loflied ter ere van hun schepper te zingen. Dus weg alle zelfzucht. Pas dus op. Jezus Christus wil u leren en die beveelt deze dingen. En leer ze, zegt Paulus. De goede leer hebben we al gezien. We hebben die arbeid al gezien. We hebben al gezien dat we leren moeten, vermanen moeten. Op de leer volharden daarin. In dit kleine stukje wat Paulus hier al schrijft, komt hij continu op die zuivere leer terug. In plaats van, past u op door die geveinsden, Matthäus 23, die alleen maar leugens spreken en hun geweten dicht hebben geschroeid. Als u uw geweten snel dichtschroeit, dan gaat het mis. Dan gaat het onherroepelijk mis. Dat u zegt, dat is mij allemaal veel te moeilijk. Nee, het is helemaal niet moeilijk. Dat is weer geweten dichtschroeien. Dit is zo moeilijk, dat snap ik niet hoor. Nee, u kent de taal van Kanaan niet meer. Die taal die we hier spreken met Gods genade, zijn gouden appelen op een zilveren schaal. Zo beschrijft zuster Weithart. Taal van Kanaan, hoe wij moeten groeien. Steeds hoger en hoger. Hebben we het net onderzocht. Steeds hoger. Hoger. En heilige mogelijkheden liggen in ons, in u en mijn bereik. Maar wilt u dat wel? Iedereen kan het. Jezus Christus wil u helpen. Heeft mij ook geholpen tot zover. En ik zeg niet dat ik ben. Dat hoeft u maar nooit zeggen. Dat zult u straks ook nooit zeggen. Maar ik weet wel, dankzij Gods genade ben ik van het vleesgerechten af, van alle dierlijke producten af. Mijn geweten komt direct in opspraak als er iets verkeerds gaat bij mijzelf. Bij anderen, dat zie ik, dat mag ik zien door God. Waar een onheilige en verleidende geest uithangt, dat zie ik direct. Dat kunt u ook en mag u ook zien. Want God verleidt u niet, maar de Satan verleidt u. Beseft u waar we het hier met z'n allen over hebben? De Satan doet er alles aan om u en mij te verleiden. En wij worden niet verleid. Het is Jezus Christus die het willen en werken in ons wil doen en ook wil volbrengen. De vraag is hier, kom tot mij, zegt de Heer, en ik zal u rust geven in die zuivere, onbevlekte waarheid van Gods onfeilbaar woord. Dat u uw geweten laat spreken. Amen.
We willen weer terug naar die mooie psalm. Psalm 35. Maar er staan ook een hele mooie dingen in om te zingen. En dat zijn vooral de laatste versen. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed. Ten alle tijden nabij en goed. Als u zegt, ja, ik moet hiermee stoppen. U voelt u verbrijzeld van binnen. Bedrukt gemoed van binnen. Dan is God er. In uw tegenwoordigheid. Ga naar hen toe. Laten we samen zingen Psalm 35, vers 9. Dit zingend gebed ook samen gaan bidden. Laten we de Heer zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God en Vader, lieve Heer Jezus, dank u wel dat we tot u kunnen komen. Met al onze noden, met al onze gewetensproblemen. Met al onze verdriet van alles wat om ons heen speelt. Onze angsten, onze twijfel. Heer, u wilt ons helpen. U wilt ons verlossen van gewetensvroegingen, van twijfel. U bent zo goed voor ons, lieve Heer. Wij smeken daarom voor een ieder, voor de mensen thuis, broeders en zusters thuis, voor mij en alle die aanwezig zijn. Alsjeblieft, lieve Heer Jezus, wilt u ons geweten wakker schudden. Dat we mogen veranderen naar uw beeld, lieve Heer Jezus. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, help ons mee. Zend uw heilige engelen om ons te onderwijzen. Waar we ons ook maar bevinden. Dat we in oprechtheid straks voor uw heilige troon mogen en kunnen staan. Zo bidden we voor deze week dat we dit eens vast mogen houden. En vooral het oog gericht houden op u en naar onszelf waar het elke keer weer misgaat. Dit alles bidden we, smeken we van. Niet omdat wij het hebben verdiend, maar uit uw grote genade. Uw grote liefde, uw trouw en om Jezus Christus, onze geliefde, is in naam. Amen. De Heer is heel goed voor ons, lieve broeders en zusters. Ik maak het dagelijks mee. Dat is geweldig. Want we gaan straks zingen met z'n allen. Collecte doen, maar ook daarna zingen. Laat vromen, juichend alle tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Diens lust, dien ijver nooit bedwingen. Maar zeggen, onder het vrolijk zingen, verheerlijk zij de hoogste God.
Wij willen God verheerlijken omdat hij ons verandert naar zijn onfeilbaar beeld. Eerst gaan we de collecte inzameling doen. En daarna zal ik u nogmaals het lied afkondigen. Ja, wij bouwen op onze geliefde Heer. Wij gaan samen zingen. Psalm 35, als slotzang. Vers 13. Laat vromen juichend te alle tijd. Laten we dat samen staan en doen en ook staan blijven om de zegen straks te mogen ontvangen van onze God. Ja, onze toon gaat God ook met diep ontzag straks loven en prijzen in alle eeuwigheid. Is dat niet geweldig? En daarom wil God u en mij ook de zegen meegeven. Laten we onze hoofden buigen voor God om de zegen ook van hem mee te krijgen. Laten we onze hoofden buigen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.